Games, games en nog eens games. Er is een moment in het jaar waar alle gamers naar uitkijken en dat is natuurlijk de E3. Ook dit jaar stond de E3 in het teken van weer een hoop onthullingen, want er zijn ruim 30 games voor het eerst getoond. Wij wilden van jullie weten welke van deze games jullie het tofste lijken en dat zie je in deze video. Als er één uitgever was die enorm veel verrassingen had, dan was dit zeker weten Nintendo. De game op de 10e plaats komt dan ook vanuit deze hoek. We hebben het hier over de comeback van Kirby in Kirby's Epic Yarn. In dit nieuwe 2D-avontuur ga je weer als de roze bal aan de slag en dat alles in een uniek uitziende game. Het was weliswaar al lang bekend dat Dead Space 2 in ontwikkeling is bij Visceral Games, maar toch weet deze space horror tot de 9e plaats te schoppen, omdat de eerste beelden pas tijdens de E3 werden onthuld. Te zien was dat Isaac Clarke wederom de hoofdrol speelt en dat je dit keer tegen nog meer angstaanjagende aliens zult vechten. Ubisoft besloot om de Driver franchise nieuw leven in te blazen en doet dat met Driver San Francisco. De game belooft weer flink wat actie met enkele unieke gameplay elementen. De nieuwe Driver race deze week de 10 binnen en finisht op de 8e plek. Portal wist als Xbox 360 exclusive vriend en vijand te verbazen. Nog nooit had iemand een zo goede first-person puzzle game gemaakt als Valve. Ondertussen is het tijd voor een tweede deel dat deze keer ook op de PlayStation 3 zal verschijnen. Portal 2 weet het deze week tot de 7e plaats te schoppen. Tijdens de persconferentie van Microsoft was te zien dat de Metal Gear Solid franchise een compleet andere kant op gaat in Metal Gear Solid Rising. In plaats van de stille special agent ben je nu een weergaloze zwaardvechter. Metal Gear Solid Rising vinden we terug op de 6e plaats. Op de 5e plaats vinden we een game waar veel gamers al 2 jaar naar uitkijken. The Legend of Zelda Skyward Sword kreeg haar officiële onthulling tijdens de persconferentie van Nintendo dit jaar. De Wii Motion Plus zou een belangrijke rol in deze game spelen en ook werd duidelijk dat er weer gekozen is voor cel-shaded graphics. Sony sloot dit jaar af met de onthulling van de PlayStation 3 exclusive Twisted Metal. Geheel in stijl kwam David Jaffe in een ijskowagen, begeleid door een aantal gestoorde clowns, het podium opgereden. Jaffe ontkende de afgelopen maanden dan wel dat dit zijn nieuwe game zou zijn, maar dat blijken nu dus allemaal leugens. Twisted Metal vinden we terug op de 4e plek. De laatste exclusieve game staat deze week op de 3e plek en deze plaats is veroverd door niemand minder dan Donkey Kong. Nintendo kondigde aan dat de grote aap terugkomt in de game Donkey Kong Country Returns. En dat dit jaar nog. Wederom zijn de bananen van Donkey gejat en het is aan hem en Diddy om de bananen terug te vinden. Ook Electronic Arts kwam met een verrassende onthulling dit jaar, want niet verspied, Hot Pursuit is tijdens de persconferentie van EA onthuld. Te zien was hoe verschillende auto's vluchten voor de politie. De boeven vluchten naar de 2e plaats met een game waarin je zowel met de politie als de slechterikken kunt racen. De beste game komt deze keer van Ubisoft. Tuurlijk was al lang bekend dat er een nieuwe Assassin's Creed game aankwam en ook was al bekend dat de game Assassin's Creed Brotherhood zou gaan heten. Aan beeldmateriaal was daarentegen nog niets vrijgegeven, maar er is gelukkig verandering in gekomen. De nieuwe Assassin's Creed zal wederom wat nieuwe gameplay mogelijkheden toevoegen en moet eind dit jaar al in de winkels liggen. Brave of you to stand alone against me, but also quite foolish. Assassin,